Ik stik hier bijna. Moet ik dit zelf zeggen of zo? Nee, hoeft niet. Ja, we zijn er weer. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Nou, wij gaan dus eten in de dierentuin. Hier bestaat er niks van. Oh, kind. Mijn moeder heeft gekookt. Dat klopt gewoon niet. Voor mijn gevoel of zo kan dat niet. Alsof je een kind bij je moeder weghaalt. Nou, eerlijk is eerlijk. Hier word je toch echt gewoon heel blij van. Omdat ik dus al een paar dagen geleden echt een verdikking in mijn borst heb gevoeld. En op een of andere manier zit me dat dus niet helemaal lekker. En heb ik me dan toch echt zo'n klein beetje zorgen om gemaakt. Sorry, ik heb echt overdekt. Ik wilde net een weekvlog gaan openen, maar ik stik hier bijna. Echt niet. En ik moet zeggen... Wat? De kakken zeg je dan. Ja, lekker dan. Moet ik dit zelf zeggen of zo? Nee, hoeft niet. Ja, we zijn er weer. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Leuk dat je weer erbij bent deze week. Het is woensdag bij ons en wij zijn samen aan het werk. We hebben net even een rondje frisse lucht gelopen. Oké, goed. Geen details verder. We hebben net even lekker samen een rondje gelopen om te meeten. Het is nu bijna 11 uur. Even lekker koffie maken. Dan heb ik een online, of nou ja, gewoon een telefonische afspraak. En vanmiddag is het vooral heel veel to-do's en zo allemaal uitschrijven. En ik ga jullie daar lekker in meenemen. Maar nu dus eerst even koffie maken. En ik vind het in ieder geval leuk dat je weer bij bent. Ik werd vanochtend wakker met echt een super dik oog. Echt allemaal van die vieze smurrie, zeg maar. Dus een klein beetje ontstoken. De meiden hadden deze week ook al vieze, troebelige oogjes. Dus waarschijnlijk heb ik het weer van hun overgekregen. Nu gaat het wel beter. Ik heb even geen make-up opgedaan. Wel lenzen in. Ik dacht dat het probeer ik wel. Gaat goed, maar... niet helemaal fijn. Oh, ik zie dat de batterij bijna leeg is. Nou, even snel dan. Wij zijn klaar met werken. Ed is even de pakketjes wegbrengen met z'n... Shut up! Nou, wij gaan dus eten in de dierentuin. Hier bestaat er niks van. Oh, kind. Mijn moeder heeft gekookt, boontjes, aardappelpuree. Wat een ellende ook altijd dit bij ons thuis. Vissticks en schnitzels. Dus, en er heeft er één honger, zoals je hoort. De meiden slapen gelukkig. We zitten de hele tijd te tobben met de slaapjes van hun. Want eigenlijk, één slaapje is nog gewoon te gortig of zo, dat lukt niet. En twee slaapjes is te veel. En gisteren dus de hele tijd zitten... hebben ze echt tot 9:30 of zo zijn ze wakker geweest 's avonds. Dus mijn moeder vandaag één keer naar bed, maar dat lukt allemaal niet. Bijna niet geslapen. Oh, dus ik had net op Instagram gevraagd naar tips. En toen zei iemand, ja, waarom laat je niet apart slapen? Maar apart slapen met een tweeling, dat, ik weet niet. Maar dat vind ik zo onnatuurlijk. Dat klopt gewoon niet. Voor mijn gevoel of zo kan dat niet. Ik zou ze nooit apart laten slapen, mits dat ze daar op een gegeven moment echt aan toe zijn, zelf dat ze dat aangeven of zo. Maar verder, ik weet niet, het is gewoon zo'n... alsof je een kind bij je moeder weghaalt, zo voelt het als je een tweeling uit elkaar haalt. Dat kan niet of zo. Ja, ik weet niet, het is misschien raar uit te leggen. Maar goed, we gaan gewoon doorzetten. Nu slapen ze in ieder geval lekker. En wij waren nog even stiekem wat werk aan het doen, maar ik ga nu ermee stoppen. Ik heb mijn laptop net dicht gedaan. Het zal meteen ook. En dan gaan we lekker op de bank liggen. En dan zie ik jullie morgen weer. Tot vanavond, meid. En nog een kleine dame. Het is echt een super mooie dag vandaag. De zon schijnt lekker. Het is wel koud. Ik ga lekker in mijn eentje naar kantoor. Shakey gemaakt. Auto al ingeladen. En dan kunnen we aan de slag. Ik heb een pakket gekregen. En deze ga ik nu installeren. En daar ben ik super blij mee. Want ik heb de hele week al gezeur met onze printer hier op kantoor. Dus ik heb nu een nieuwe. En die ga ik installeren. Wij printen namelijk onze labels voor de supplementen.
Die, dus voor de pakketjes die de deur uitgaan, die printen wij natuurlijk op stickerpapier. Dus we moeten gewoon een goede printer hebben waarbij dat allemaal soepel verloopt. En ik heb vandaag trouwens die nieuwe trui aan. Kijk hoe leuk, ik ben er helemaal blij mee. Hij is heerlijk warm. Goed, zo moeilijk kan het waarschijnlijk niet zijn. Want we hebben een printer, een gebruiksaanwijzing, volgens mij is het gewoon aanzetten. Valt allemaal mee. Even kijken, remove plug into automatic power on. HP Smart App required for setup, start setup when printer light is purple. Nou. When printer leiding is purple. Nou, oké, dat is mooi. Oh, dan moet ik alleen zo even de inkt er nog in doen. Nou, dat was echt heel snel gebeurd. Nu alleen even een testpagina afdrukken. Yay, hij doet het. Oké, heel chill dit. Zo, dit heb ik maar eventjes lekker snel geregeld. Echt heel erg fijn, super blij mee. En ik heb nu dus ook iets nieuws erbij. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was er helemaal niet in thuis. Maar ik heb dus nu instant inkt. En dat betekent dat mijn printer dus kan lezen wanneer mijn inkt bijna op is. En vervolgens dus automatisch naar mijn huis nieuwe inkt stuurt. Zodat ik nooit zonder inkt zit. En dat vind ik echt heel fijn, want... Ja, je kan je voorstellen, als ik hier allerlei pakketjes moet inpakken en ik heb geen inkt meer, moet ik eerst weer naar de winkel. Dat kost me allemaal extra tijd. En nu, en dat is het leuke, ik heb twee dingen. Eén is het zo dat deze printer, die HP Envy, die komt dus nu met 6 maanden instant inkt als je die aanschaft. Dus voor 6 maanden krijg je dat dus thuisgestuurd. Dat is echt super fijn. En ik heb ook nog 10% korting als je deze HP Envy via bol.com bestelt. Ik zal even het linkje onderaan de beschrijving zetten. De code is Kimberly10, maar als je dus het linkje erbij hebt, dan heb je die zeg maar samen. En dan kun je daar gebruik van maken als je dat wil. Het is wel een hele mooie actie, dus ik denk wel een goede aanrader als je toevallig een printer nodig hebt. Privé of voor je werk. Nou, dan gaan we nu maar even printen. Ik heb net stickerpennen erin gedaan. Dan gaan we eens even een bestelling uitprinten. Even zien, welke pakken we als eerste? Romy. Oeh, chef sushi. Ik ben weer thuis zoals je ziet en ik zit heerlijk op mijn bank. Ik heb hard en veel gewerkt vandaag. Ik ben bezig, of wij zijn eigenlijk bezig met het januari programma. Daar hebben we echt iets super, super tofs voor. Ik ga dat binnenkort even uitgebreid met jullie delen en vertellen. Maar nu zit ik op de bank en heeft Ed net de sushi voor ons neergezet. Want ik was vanmiddag aan het werk en toen dacht ik, laten we eens een keer iets bestellen. Wij doen dat echt nooit, behalve friet halen. En ik dacht, misschien is het ook wel leuk en gezellig om eventjes een keer gewoon op donderdagavond iets te bestellen. Dus ik heb sushi. Ik moet aan de kant, omdat anders mijn lelijke sokje erop staat. Ik wilde gaan filmen. En toen zag ik echt dit. En toen zei ik tegen Ed, kun je even dat lelijke sokje van jou wegdoen? Maar goed, dit hebben we dus besteld. Rijst met sushi's. Dus dat is super lekker. Ga lekker eten. Ed op boulevard erbij. Helemaal chill. En deze gaat Ed morgen ophangen trouwens. Die je daar ziet. Die spiegel. Maar goed, dat komt morgen. Nu lekker aanvallen. Het is weer een nieuwe dag, want het is vandaag vrijdag. En ik ben al de hele dag lekker met de kindjes thuis en best wel aan het chillen en zo. Mijn moeder is hier al sinds einde ochtend. En we zijn een heel stuk gaan wandelen, want het is echt super lekker weer. Nu is het 4 uur en Ramos en mijn moeder zijn heel even naar de supermarkt.
eten halen voor vanavond, want we gaan met z'n allen hier eten. En ik ben boven bezig voor 5:12. En ik had even op Instagram iets gedeeld, omdat ik dus echt zulke leuke pantoffels voor Ramos heb gekocht. Kijk hoe leuk deze zijn. En toen dacht ik, misschien kan ik alvast alles delen wat ik vooralsnog heb, zodat je daar misschien ook wat tips uit kan halen. Want ik ben namelijk zelf altijd best wel lastig daarin dat ik dan niet weet wat ik wel en niet moet doen. Maar dit jaar ben ik er dus best wel op tijd bij. Ik heb al best wel wat dingen in huis. Ik heb er van tevoren over nagedacht. God weet hoe het kan, want normaal gesproken ben ik altijd last minute met dit soort dingen. Maar enigszins aangespoord door mijn moeder, heb ik nu al gewoon leuke dingen. Dus, en misschien ook wel omdat hij nu dus ouder is en het ook meer betekenis gaat krijgen. Dus ik dacht, ik ga het heel even met jullie delen en laten zien. Maar goed, dit is dus alvast een tip. Zara Home. En ik heb nog iets van Zara Home. En dat is dus deze badjas. En die is ook echt heel erg leuk. Er zitten olifantjes op. Kijk nou, leuk. Echt, ja, ik vind dit soort dingen gewoon leuk om te geven. Samen met natuurlijk speelgoed en zo. Maar ook gewoon wel wat praktische dingen. Dan heb ik voor alle kindjes nog een veetje pyjama. Want die kun je nooit genoeg hebben. Jullie weten het. Ik heb het zelf ook altijd aan. En voor Ramos heb ik deze kleur gekozen. Grijs. En voor de meiden heb ik deze. Deze heb ik zelf ook deze kleur gekozen. Ik wilde eigenlijk voor Ramos ook dezelfde. Alleen die hadden ze dus niet in zijn maat. Want hij heeft hiervan maat 104. En de meiden hebben maat 86. Ik hoop dat het past. Even kijken. Wat hebben we nog meer? Oh ja, die ga ik even niet laten zien voor als er nog kinderen kijken. En ik ben natuurlijk discreet met een 5:12, et cetera. Maar ik heb ook wat stickers en zo voor op de ramen. En ook wat diadeempjes die gebruikt kunnen worden. Maar die zal ik dan dus even niet laten zien. Dan vind ik ook nog heel leuk deze. Een theesetje, die heb ik bij de HEMA gekocht zoals je ziet, van Jip en Janneke. En ik denk dat dit vooral heel veel troep gaat geven in huis, dat overal die dingen liggen. Maar ik vond het gewoon zo schattig dat ik dacht, dit wil ik gewoon. Trouwens nog steeds super last van mijn ogen. Vanochtend werd ik wakker, waren ze echt helemaal dik. Dus ik heb nu even, ook lekker aan puist. Maar goed, nu even geen make-up en zo opgedaan. Hopen dat dat helpt en dat het morgen weer gewoon normaal is. En wat had ik nou nog meer? Ik had nog één ding. Dat is ook heel leuk. Deze. Dus vind ik ook. Ja, ik vind dit ook heel schattig van Jip en Janneke. Zo'n dingetje. Ik zie Charlie echt al helemaal lopen hiermee. Dat ze dit zo kan trekken. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. En ik heb ook deze handschoentjes besteld. Maar de verkeerde maat gekozen. Want ze waren eigenlijk dus voor de meiden. Maar daar staat ze 6 tot 9 jaar op. Dus dit heb ik niet helemaal goed gedaan. Jammer, want ik vond ze zo cute. Maar dit gaan ze natuurlijk nooit. Hoewel, ik kan het natuurlijk proberen gewoon. Nou, in ieder geval die dus heel erg leuk. En ik heb bij Zara nog 2 setjes met shirtjes gekocht. Maar die zijn dus eigenlijk niet voor. Deze zijn gewoon voor nu, denk ik. Kijk hoe leuk. Of misschien 1 setje niet en het andere setje al wel. Dat is ook nog wel een idee. Kijk. Mega leuk, toch? Ga je al? Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En ik heb vanochtend, of gisteren eigenlijk, bijna niks gefilmd. Want ik had even lekker een dagje vrij en met mijn moeder en alles. Alleen even natuurlijk dat ene stukje boven op zondag. Vandaag is het dus zaterdag. Onze trainer die is ziek van de live training. Dus Ed gaat nu naar kantoor om de live training te geven. En ik ga even een ontbijtje voor mezelf maken. Kindjes hebben al gegeten. En normaal eet ik 's ochtends altijd een shake of anders iets van yoghurt of zo. Maar het is allemaal op. De boodschappen komen zo in huis. Dus ik ga even een eitje maken voor mezelf. Met een lekker een maïswafeltje en dingen. Even iets anders. Oh, dit ziet er raar uit, dit ei. Kijk dan, Ed, wat een raar ei. Ja, is dat zo? Gadverdamme. Kijk. Dit is toch een raar ei? Oh, een geschrompeld. Zal ik die andere dan wel of niet eten? Ja, dat kan prima. Ik heb vanwege ook eieren uit. Als die daar nog goed is. Oké. Die is ook gewoon goed. Die is gewoon een beetje. Kijk dan. Ja, dan kun je het uitkomen, denk ik. Daar gaat hij hoor. Leonardo DiCaprio. Caprio.
Niemand. Ik vind het vooral zelf heel grappig. Volgens mij vindt niemand anders hier het in huis leuk. Ah. Ook nog een kusje. Zagrijn? Nou, echt niet hoor. Ja, echt wel. Als er iemand hier vanochtend zagrijnig was, dan ben jij het wel. Ja, precies. Nou, ja. Doei. Nou, de groeten. Tot zo. Tot zo, mop. Hij blijft lekker weg. Nee. Jazeker. Nee. Nou, dit is het geworden uiteindelijk. Ja, maar jij hebt al op een schat. Zitten voortaan 3 kinderen naast mij te schreeuwen als ik ga eten. En normaal eten we altijd samen, maar dat ging even niet vanochtend. Dus uiteindelijk zonder ei is dit het ontbijt. De boodschappen zijn er. En dit vinden de kinderen altijd een heel leuk moment van de week. Dus, ik heb trouwens verse basilicum besteld en ik ruik gewoon het plantje. Ik weet niet waar die zit, maar ik ruik hem en ik vind het zo lekker. Ik heb dus 2 lekkere nieuwe recepten gezocht voor dit weekend. En die ga ik dus vandaag en morgen maken. Wat was het? Iets met noedels. Doe maar niet in de mond. Nee, niet in de mond. Bah, kom. Iets met noedels. En wat was die andere nu? Nou, ik weet even niet. Maar goed, dat ga ik dus maken dit weekend. Oh ja, rotti. Ga ik aan jullie laten zien. Dus daar heb ik boodschappen voor besteld. En daar is dus ook die basilicum voor. Dat vind ik echt zo lekker ruiken. Oh ja, deze vinden de meiden, krijgen deze vaak als snackje trouwens. Een soepstengeltje. Vinden ze lekker? Zo, dan is deze weer helemaal up to date. En hier nog allemaal de verpakkingen waar het in komt. En dan heb ik hier nog mijn spulletjes en heb ik hier nog allemaal spulletjes. Dus ik ben weer helemaal compleet. Kom maar meiden. Geen vriesdingen, want vorige week was bij de Plus en Albert Heijn van alles in de reclame qua vriesfruit. Dus ik heb de hele vriezer vol gedaan met 1 plus 1. Dus dat had ik nu even niet nodig. Nou, dit wordt wat jongens. We gaan de spiegel ophangen. Ik ben niet zo'n impulsieve... Iemand die gewoon denkt, oh, hang maar op. Ik vind dat dan toch eng. Ik denk, ja, kei zonde, daar gaat het toch mis of zo. Maar goed, ik vertrouw gewoon op jou. Ik leg de gehele verantwoordelijkheid in jouw handen. Lekker dit. Oké, okay, nou, til maar. Hier zo. Ja, zoiets. Nou, als jij dan even in het midden zit van die lijn naar boven, dat je even daar. En ondertussen dat hier volop wordt geboord, ben ik dus de lunch aan het maken. Dit ga ik lekker bakken. Courgette met een uitje en heel veel lekkere kruiden eroverheen. En een klein beetje ketchup. Deze ga ik dadelijk erbij bakken. 2 tomaten. Dit is Ramos nu aan het eten. Nou, eerlijk is eerlijk. Hier word je toch echt gewoon heel blij van. Het ziet er heerlijk uit als je het mij vraagt. Dus wij gaan eten. Kindjes hebben ook allemaal lekker een bordje. Ramos is het aan het verdelen. En het is dus gelukt trouwens. Kijk even hoe mooi. Leuk hè? Ik ben er helemaal blij mee. Ik vind het wel heel leuk staan als extra ja, gezelligheid zeg maar in huis. Let niet op de troep hierachter. Maar goed. Nou, oké. Okay. Eet smakelijk guys and girls. Oh ja, kijk trouwens hoe leuk deze mok is. Bla bla bla, go workout, hashtag MBFM. Leuk hè? Deze is al heel oud, al een jaar of 5. Oh, moet dit? We zijn lekker aan het fietsen met de kindjes. We zijn weer naar de voetbalvereniging, / tennis, etc. gefietst om een reels op te nemen. Die staat nu op mijn Instagram. Echt, ik hoop dat die weer net zo leuk wordt als vorige keer. Ik heb nu alleen de filmpjes gedaan. Moet ik hem zo nog even in story zetten. Dus we gaan nog even nog lekker een uurtje fietsen. En dan komen de ouders van Ed vanmiddag. Want die komen bij ons logeren vanavond. Dus dat is heel leuk. Voor de kindjes ook heel gezellig. Opa en oma lekker. Maar het is zo lekker weer dat we echt eerst eventjes moesten gaan fietsen. Echt heerlijk.
Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Oeh, wij zijn lekker aan het koken. Rottibladen met gehakt. Een sausje met pindakaas. En we hebben lekker in de oven dingen. Ik ga het zo meteen helemaal laten zien hoor. Maar het gaat heel lekker worden, denk ik. Het ziet er echt heel lekker uit. Dit is het voor vanavond. En dit eten de kindjes. Lekker spaghetti. Of pasta. Met pennen. Dus alle was gedaan. Boodschappen in huis. Gedoucht. Alle bedden zijn verschoond. Heb je goed gedaan, Kimberly? Ik heb gewoon alweer vet haar. Ik weet niet wat er met mijn haar is. Maar het is gewoon echt om de 2 dagen vet. Ik heb het nooit. Gewoon een vette kop. Dat heb je wel. Dat heb je in bepaalde periodes, hè? Ja, blijkbaar. Dan maakt je lichaam gewoon meer tal gaan en zo. Nou ja. Ja. Dat klopt toch ook? Dat was wel mee, toch? Beetje puistjes, toch? Nee, beetje. Nu klinkt het echt alsof ik vet onaardig ben, maar dat is helemaal niet zo. Mooi. Goedemorgen, het is vandaag zondag en het is alweer de laatste vlogdag. Wij zijn even op kantoor, Ed en ik, want mijn schoonouders zijn er natuurlijk. Dus die zijn met de kindjes en wij gaan lekker sporten. En ik heb het super koud, dus ik moet ook echt iets gaan doen, want echt, ik bevries bijna zo ongeveer. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin vandaag, maar we gaan het gewoon doen, want ik vind het gewoon lekker om in het ritme te blijven zitten. Ik ga jullie even bijkletsen. Even het licht aan. Oké, ik ga jullie heel even bijkletsen, want ik heb de afgelopen dagen wel wat minder gevlogd. Eén, omdat mijn schoonouders natuurlijk hier waren en ik vind het dan niet zo gezellig om steeds mijn camera erbij te pakken. Dus dat was een reden. En twee, omdat ik dus al een paar dagen geleden echt een verdikking in mijn borst heb gevoeld. En op een of andere manier zit me dat dus niet helemaal lekker. En heb ik me dan toch ergens wel een klein beetje zorgen om gemaakt. Dus ik denk ook daarom dat ik gewoon heel even iets minder de afgelopen 2 dagen bezig ben geweest met social media. En ook dus de vlogcamera. Maar goed, ik ga morgen even de afspraak maken bij de dokter. Laten we vanuit gaan dat het niks geks is of zo. Maar het voelt toch niet fijn dat het er zit. Dus ik ga het even laten checken voor de zekerheid. We gaan het wel zien. Voor nu in ieder geval, ik ga lekker douchen en op tijd slapen. Dankjewel voor het kijken weer deze week. En ik zie jullie volgende week weer. Dikke kus en tot volgende week. Doei.